Hallo, we gaan even de installatie van de Portable Map Source voordoen. De Portable Map Source is een map source die kan draaien vanaf een USB-stick. De USB-stick zelf bevat dus map source en kaarten, waardoor ik geen laptop zozeer bij de hand nodig heb waar alles op staat, maar met diezelfde USB-stick naar een PC van iemand anders kan, die daarin kan stoppen, map source kan draaien. En dus ook mijn eigen kaarten kan gebruiken, mits er nog niets op die PC geïnstalleerd staat. Het moet wel een schone PC zijn waar nog geen MapSource of iets anders op staat, anders gaat het niet helemaal goed. We gaan naar deze pagina, ik heb hem hierboven al klaarstaan. We gaan naar het forum van gpsexpert.nl en ik zit hier de Portable MapSource. Lees rustig het draadje helemaal door, inclusief alle instructies. Ik ga nu snel door naar beneden, want ik heb nu alleen de download nodig. Ik klik hier op de Nederlandse map source en ik zeg opslaan in mijn downloads. Opslaan. Ja, als die klaar is, dan piept de PC even vrolijk tegen me en ik maak deze pagina klein. Ik ga hier naar mijn Windows verkenner. Vaak door middel van dubbelklikken op mijn computer kan ik uiteindelijk hier naartoe bladeren, mijn documenten, mijn downloads. Ik doe hier een rechtermuisklik, dat ik een menu krijg. Ik heb hier bij mij 7-zip en ik zeg hier, pak hier uit. Op dat moment wordt het zipbestand uitgepakt. Ik krijg hier een extra folder bij en die folder bevat de inhoud. Hier zie ik de Garmin en als ik hier plusje ga klikken, dan krijg ik netjes alles te zien. Klik ik op Garmin, dan zie ik hier een icoontje en ik zie hier MapSource zelf staan. Daarachter komen de kaarten en in dit bestand staat ook nog wat extra instructies, maar dat is voor een volgende fase. Wat ik nu moet doen is een lege USB-stick in mijn systeem stoppen en deze gegevens gaan kopiëren. En ik kopieer, ik ga dus vanaf dit niveau, ik zeg hier Garmin klik ik aan, ik druk de shift-toets in, de linker shift-toets, ik klik nog een keertje, rechtermuisknop, ik zeg hier kopiëren. Ik ga naar mijn lege USB-stick, vaak heet die No Name of soms is dat Kingston of verzin het maar wat voor naam er op uw USB-stick staat. En ik geef hier weer rechtermuisknop en ik zeg hier plakken. Op dat moment gaat de PC kopiëren. En als het goed is, heb ik hier nu een structuur van Garmin, Maps, en in die Garmin, daar vind ik mijn MapSource terug. Ja. En nou, de no-name op zich maakt niet uit, dat zou straks vanzelf moeten veranderen. Ik ga de stick even verwijderen en weer toevoegen. Ik heb mijn stick verwijderd en weer toegevoegd. Nu lukt dat niet helemaal op mijn computer. Hij is te goed beveiligd, merk ik. Hier staat nog steeds no name. Bij de meeste PC's zal hier, dat kan ik hier op de Internet Explorer zien staan, netjes Portable Map Source komen te staan met een icoontje. Als ik de sticker instop, dan is dit uiteindelijk in de verkenner te zien. En ik krijg een venstertje en dat venstertje zal mij vertellen van hey, deze wil je dat openen, of wil ik hem misschien alleen maar met de verkenner openen, of wil ik zelfs geen actie. Ik hoef alleen maar hier op OK te klikken, of hier op dubbel te klikken, en MapSource zal op dat moment opstarten. Op deze PC, zeker deze USB-stick, staan nog geen kaarten. Dat zal ik op een ander filmpje laten zien. Tot zover.